Nou, niet ieder kunstwerk heeft publiek nodig. Mijn werk wel. Het moet eigenlijk geactiveerd worden door de bezoeker, door het publiek. En, ja, het is een ervaringsgerichte installatie. En ik denk dat het festival op verschillende niveaus die ervaringen opzoekt. En dit is een onderdeel van het totale palet, maar wel een uniek afzonderlijk onderdeel. Ik ben Gabriël Lester, uitvinder, beeldend kunstenaar, filmmaker en docent aan de Kunstacademie in Amsterdam.